Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We zijn op dit moment onderweg richting Duitsland. Waar we vorig jaar ook waren geweest, Vuurwerk 24. En nu gaan we dus opnieuw weer richting die winkel. Het was die winkel waarbij je dus met een KVK gewoon je vuurwerk kan kopen. In Duitsland mag je namelijk gewoon vuurwerk kopen als je een KVK hebt. En de winkel die doet daaraan mee. Dat is een soort van mazende wet in Duitsland. Maar als je dus een KVK hebt in bezit, en dat heb je dus in bezit als je een bedrijf bent of ZZP'er of zo, de mensen die dat zijn of weten, die weten wel wat het is, dan mag je dus gewoon je vuurwerk kopen nu al en gedurende het hele jaar. Dus ook zo doet Vuurwerk 24 dat ook. En daarom kunnen wij er nu alvast naartoe. De winkel is overigens wel gewoon open voor iedereen. Maar het kopen is alleen maar voor mensen met een KVK-uitreksel. Het rijden over de grens is natuurlijk wel strafbaar. Al mag je natuurlijk wel tot 25 kilo gewoon vervoeren. Want dat was een tijdelijk verbod toen tijdens corona. We gaan er naartoe. Ik wil een aantal nieuwe cakes zeker hebben. Al nemen wij het niet mee over de grens. Want jullie weten het wel, met een YouTube-kanaal moet je zeker uitkijken. Wij nemen het niet mee over de grens. Wij gaan het gewoon stoken. En dan zien jullie dat later in een andere video terug. We zijn er bijna. Even afslag daar zo. Volgens mij dan zijn we er in ieder geval. Vielen, jongens. Laten we maar even binnen kijken, jongens. Mooi kijken. Er is helemaal niemand. We gaan zo even alle producten even doornemen. Kijken of er überhaupt wel iemand is, trouwens. In de winkel. Het is nu nog rustig. Maar straks is het hier gigantisch druk. En ik had het er net natuurlijk ook al een beetje uitgelegd. Alleen hier kan je dus je vuurwerk halen met een geldig KVK-uitreksel. Het is een winkel in Duitsland. En het werkt zo in Duitsland dat als je een geldig KVK hebt, dan mag je dus als bedrijf zijn, dan mag je gewoon je vuurwerk kopen. Heel het jaar hoor je die natuurlijk al denken van de Aldi, de Lidl en zo, aan het einde van het jaar verkopen die pas vuurwerk. Het is zo dat als je een KVK hebt, dan mag je dus je vuurwerk al kopen. Dus ben je een kapper of wat dan ook, dan kan je dus gewoon je vuurwerk hier kopen. Hoe mooi is dat? We waren hier vorig jaar ook al geweest. We gaan zo meteen ook eventjes in de bunker filmen, neem ik aan, toch? Uiteraard. We werken hier dus met die scanners. Hoe mooi en handig is dat? Alsof je dus in de supermarkt loopt in Nederland. En dan scan je zo de producten. Voordeel daarvan is dat je dan heel snel aan je vuurwerk komt. Het gaat 10 keer sneller dan wat we in Nederland gewend zijn met rijden bij de kassa's. En dat mensen echt met hun bonnetje naar de bunker gaan, vuurwerk ophalen. Dat duurt natuurlijk veel langer. Plus, alles gaat digitaal, dus ook op voorraad en zo. Je komt er niet ineens pas later na het afrekenen achter van, hey, er ontbreekt een cake. Zullen we deze even doen? Kijk, en dan zie je hier dus gelijk het product, met ook het effect. Althans, uitleg ervan. En jullie moeten even niet op de prijs letten. De prijzen zijn nog van vorig jaar, volgens mij, toch? Van de laatste 3 dagen. Nou, kijk, zo werkt het dus. 2, 1. En nu heb ik hem toch in mijn winkelwagen gezet. Ja, als je nu naar terug gaat. Kijk, dan zie je ook je totale overzicht. Je ziet de cake staan. Er is dus ook een vuurwerkwinkel in Frankrijk hiervan. En die verkopen dus heel jar door vuurwerk, want dat mag daar gewoon. Daar komen wij natuurlijk niet 1, 2, 3 naartoe. Misschien binnenkort wel. Alleen deze producten zijn daar dus voor. Maar die kunnen we helaas niet kopen als consument hier. Maar het is wel mooi om dit even te laten zien. Moet je kijken, je hebt hier gewoon zo'n rol. Die we een paar jaar geleden natuurlijk ook in Nederland hadden. Althans. En hoeveel gram zijn jullie nou? 75 grammers, deze pijlen. Hoeveel millimeter zit? 50. 50. 48. Nou, zeg maar 50 dus. Mooie cakejes. En vorig jaar liep het hier zo door. Nu hebben jullie als het goed is een kantoor hiervan gemaakt. Ja, dat klopt. Dus je rijdt de bellen aan iedereen die vraagt, hey, hebben jullie nog cobra's? Nou, dat hebben ze dus niet hier, jongens. Vorig jaar in de reacties heel veel vragen gehad van wat hebben ze allemaal. Maar eigenlijk gewoon de dingen die je in Nederland ook hebt. Het is nogal een beetje een grijs gebied of je nou wel mag halen, of je nou wel het vuurwerk in bezit mag hebben of niet. Het is in ieder geval wel zo dat er geen vervoersverbod is in Nederland om het vuurwerk in je auto mee te nemen. Maar ik raad jullie wel aan om dat echt op eigen risico te doen. Als je bijvoorbeeld naar Nederland toe gaat rijden en je hebt 25 kilo in je auto, dan zou het als het goed is geen probleem zijn.
Maar dat is nogal een grijs gebied. Ook de politie weet daar niet van. Ik heb het hier ook gevraagd aan de mensen. Het is heel erg een beetje een grijs gebied. In ieder geval, als je meer dan 25 kilo in je bezit hebt, ben je sowieso strafbaar. Dat raad ik wel af. Maar volgens mij mag je tot 25 kilo gewoon mee rijden. Daarom had je natuurlijk ook tijdens COVID dat er een vervoersverbod was de laatste week van het jaar. Want normaal gesproken mag je gewoon vuurwerk in je bezit hebben heel het jaar, alleen mag je het niet kopen. Komend november, wanneer de nieuwe artikelen hier zijn, gaan we zeker nog een keer terug. We zijn hier ook vorig jaar geweest toen er een stookmeeting was, hebben jullie ook kunnen zien, vlak voordat het kanaal offline ging. En die komt ook weer. Die komt ook weer, dus daar zijn we ook weer aanwezig. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie al in de bunker hebben staan. Laten we daar maar eens gaan kijken. Klap maar in je handen. Ja, jongens, ze hangen hier zo. 8 inch. Maar het wordt tijd om even binnen te gaan kijken. Wat zal hebben staan? Vorig jaar waren we hier natuurlijk ook. Hebben we ons eigen vuurwerk ingeladen in die winkelcar. Nou, ik zie al wel wat mooie dingetjes staan. Hè? Oei, oei, oei. Weet je nog die TikTok die we hier hadden opgenomen? Dat je hoofd zo. Ja, jongens. We hebben alles gepakt. Alle kookblokken. Kijk dan, jongens. Dit is de... Hoe heet deze nou? Brutal Collection? Wolf. Is dit de Wolf? Het is de Wolf van de Brutal Collection. Kijk dan. Hebben we die vorig jaar gehad of niet? Was wel. Denk het wel, ja. Dit was ook zo'n ruimte hier. Als het goed is, gaat het licht aan. Ja. Cakejes daar zo. Ja, wat een sfeertje, jongens. En dan is het nog leeg voor jullie doen, hè? Ja, dat moet nog ingericht worden. Kijk dan. Nou, we hebben in ieder geval onze bestelling gedaan die we net op die scanner hadden gedaan, zoals jullie kunnen zien. We hebben hier een aantal mooie producten. Ik heb speciaal voor jullie dit naast de winkelkar gezet. En dan moet ik er wel voorbij zeggen dat wij eventjes in de bunker mochten komen, maar dat jullie natuurlijk gewoon het vuurwerk in de winkel kregen. Maar dit zijn in ieder geval leuke producten. We nemen dit niet de grens mee over zelf, maar dat gaan jullie binnenkort allemaal terugzien, deze video's. Dit vuurwerk in de video's. Mad Wolf, die hadden we op de scanner gezet, die hebben we kunnen zien. Hier twee, waarvan gezegd werd, doen ze dan twee tegelijk. Deze ook mooi toch? Hoe duur is deze ook weer? Uit mijn hoofd. Volgens mij is die maar €14,95. €14,95 inderdaad, moet je kijken. Stevige doos. Daar hebben we er dus twee van. Hoe heet die? De Bad Wolf. Bad Wolf. Ook een mooie cake. Volgens mij zaten hier allemaal kooien in, hè? Ja, daar zitten kooien mee. Okay. Nou, het zijn ook mooie cakes, jongens. Wat grotere. En dan hebben we hier nog een grotere. En dit is de Extended Box. En dan hebben we hier als laatst de Festival. Deze hebben jullie vorig jaar kunnen zien toen we gingen stoken hier in Duitsland. En dat gaan jullie dus binnenkort allemaal zien in de video's. Yes jongens, dat was weer de video van vandaag. Jullie hebben het kunnen zien, vuurwerk24.nl, daar zijn we geweest. We gaan hier natuurlijk in november nog een keer naartoe terug en misschien nog wel eerder. Als ze ook nieuw vuurwerk weer hebben en nieuwe voorraden, gaan we zeker nog een keer terug. Vorig jaar zijn we natuurlijk ook gekomen hier om te gaan stoken. Waarschijnlijk gaat dat ook dit jaar weer plaatsvinden, dus dan gaan we er ook naartoe. Gaan jullie allemaal nog zien het vuurwerk wat we daar hebben gelaten. Gaan jullie wel allemaal zien in de stookvideo die binnenkort komt. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.